Hoe heten die dingen ook alweer? Die dindels voor de vrouwen en lederhozen voor de mannen. Maar heb jij ook lederhozen? Ja, ik heb ook een paar lederhozen. Ja. En af en toe dan trek je vriendin even zo'n ding aan. Precies. En dan vind jij dat er oprecht mooi uitziet. Precies. Ja, je klopt. Bent echt ingeburgerd. Yes, ja. Vandaag een echte Amerikaanse sport in clubgenoten, honkbal. En om deze foto uit 1996 gaat het allemaal. HSV, honk- en softbalvereniging Robuur 58 uit Apeldoorn. Hier zien we Steve Brown, de oude coach. En die repareert inmiddels vrachtwagens. En Daniel die staat niet op de foto, daar hebben we een reportage over. Die is net een creatieve broedplaats begonnen in Hartje, Amsterdam. En om... dit jochie gaat het allemaal, Mike Bolsebroek. Op deze foto zie je het niet, maar inmiddels is hij 2,05 meter. En na een Amerikaans avontuur waar het als pitcher net niet haalde, speelt hij inmiddels voor het Duitse legionair waar hij al 5 keer landskampioen mee werd. Iedereen deed gewoon lekker zijn ding en we hadden goede pitches natuurlijk en daar was Mike er één van. Hij kon de bal af en toe best hard raken, maar hij was nooit zo snel. Dus ja, hij kwam nooit ver. Een persoon van weinig woorden. In ieder geval, hij is iemand die, als wij bijvoorbeeld een mail sturen, ik kan een hele lange mail sturen en ik krijg 3 woorden terug van ja, is goed. Toegankelijk jongen, veel lachen, kan ik me nog herinneren. En ja, elke keer als we dan klaar waren, dan zaten we altijd wel een beetje met elkaar te geiten en zo. Ik hoopte altijd dat Mike moest gooien, want dan wist je dat je eigenlijk de wedstrijd al voor de helft gewonnen had. Ja. Ik zag hem er meteen tussen uitspringen dat hij die arm heeft, waar die hand heeft, waar die bal uitkomt, gigantisch. En hij zette er ook wel dingen voor aan de kant in ieder geval. Honkbal was wel zijn ding waarin hij echt wilde uitblinken. Mike Bolsebroek wordt in 1987 in Apeldoorn geboren. Met een fanatieke honkbalvader komt Mike al op zijn 4e bij de Peanuts van Robur in Apeldoorn. Op die jonge leeftijd wordt er nog vanaf een paaltje geslagen. Bolsebroek doorloopt de jeugd en debuteert op zijn 18e in de hoofdklasse bij HCAW. In de tussentijd wordt Mike ook geselecteerd voor Jong Oranje en vertrekt hij naar Amerika. In California loopt hij stage op een high school en dat doet hij zo goed dat hij 2 jaar later naar de opleiding van de Chicago White Sox mag. Maar als die hun afspraken niet nakomen, vertrekt Mike naar het Duitse Buchbinder Legionäre in Regensburg. Als de Philadelphia Phillies hem vervolgens contracteren, vervolgt Mike zijn Amerikaanse avontuur weer. Hij haalt het hoogste niveau, de Major League, net niet en kiest definitief voor Regensburg. Daar zit Bolsebroek goed op zijn plek, want de laatste 5 jaar wordt het landskampioenschap gewonnen. Inmiddels heeft Mike een dubbel paspoort en is hij ook al voor het Duitse team uitgekomen. Vind je het om weer bij je oude club niet te zijn? Leuk. Het is een tijdje geleden, ja. Het is een hele tijd geleden eigenlijk. Ik heb weinig tijd gehad. Ja, het is weer leuk om terug te zijn en in het veld weer te zien waar ik eigenlijk mijn carrière ben begonnen. Ja, want je woont nu in Duitsland. Ja. En klopt het dat ik ook een beetje soort af en toe Duitse woordjes erdoorheen hoor? Ja, dat is heel moeilijk. Ja, ik praat helemaal heel weinig Nederlands. Ik praat meer Engels en Duits dan dat ik Nederlands doe af en toe. Ik bel dan 2-3 keer in de week met mijn ouders. En dat is het enige Nederlands wat ik dan praat. Dus ja, dat is... Gaat je goed af? Ja, nee, je okay. Kan het nog. Dan vast. Okay, je kan het nog. Ik heb hier een foto van jouw oude team. Ja. Wat was dit voor groep? Een gezellige groep, ja. Een paar jongens ken ik nog. Ik weet dat, dat Roel van der Pol... is overleden voor een paar jaren, maar ja, hele gezellige, goed, leuke groep. We konden ook aardig goed honkballen voor onze leeftijd. Voor de rest wil ik wel zien wat er met de rest gebeurd is. Er zijn weinig jongens waar ik dan nog wat mee doe. De tweelingen, de hoefnagels, Johan en Steven zie ik ook nog af en toe als ik daar ben. Maar de rest heb ik al sinds die tijd niet meer gezien. Zien jullie er mooi uit, zo stoer ook.
Ja. Van die hele stoere pakjes en van die hele ilie-bolletjes. Die rode broeken gaan niet meer, dat doen we niet meer. Maar ja, nee. Zullen we naar binnen? Ja, kunnen we doen. Kijken. Hoe lang geleden is het dat je hier geweest bent? 2004. Ik wil jou heel graag wat filmpjes laten zien van oud-teamgenootjes. Oké. Okay. Het eerste filmpje is een filmpje van jouw oude coach Steve. Oké. Okay. Kenteken BX9XS. Als APK-keurmeester van vrachtwagens let Steve Brown niet alleen op de papieren formaliteiten, een goed geëikte tachograaf en het profiel van de banden. Hij is ook scherp op de details. Ja, kleine dingen, dat zijn zeg maar de lampen. En daarna heb je een hoop stuurkogels die dan niet aan de norm voldoen. En ja, uitlaat. En die moeten ook dicht zijn. Per week keurt Brown een kleine 10 vrachtwagens. Genoeg om een redelijk beeld te krijgen van de veiligheid van de gemiddelde Nederlandse truck. Als je het vergelijkt met het buitenland, dan heb ik over België, Duitsland. Ik moet zeggen dat de Nederlandse truck die zijn behoorlijk veilig. Ja, Nederland is bekend voor alle regels en dat soort dingen. Dus, en dat houdt ook de auto's veilig. Brown kwam naar Nederland om autotechniek te studeren, maar droeg als echte Arubaan natuurlijk honkbal in de genen mee. Dat is nummer 1 sport op Aruba. Ja, dan speel je in de buurt. Dan speel je altijd voor de flesjes cola of wat dan ook tegen een andere straat. Maar dan ging het echt met de tennisbal. En vooral met de kerst deden we de kerstboom. Halen we al die takken eraf en dan had hij een knuppel. Vanaf 1985 speelde hij 10 jaar lang in het eerste van Robur 58. Daarna werd hij trainer in Apeldoorn en kreeg toen te maken met Mike Bolsenbroek. Hij gooide de ballen zo langzaam en daar begonnen die jongens ook wel eens te lachen. Maar ik zei tegen die jongens van ja, jullie lachen, maar de ballen die hij gooit ze langzaam, maar ze komen wel waar ze moeten komen. Okay. Sinds anderhalf jaar woont Brown in Den Haag. Maar het honkbal laat hem ook daar nog niet helemaal los. Ik ga wel eens bij ADO kijken in Den Haag. En dan komen de kriebels weer. Maar ik heb nog niks meegedaan. Dus, maar de laatste 10 jaar heb ik alleen maar gescheidsrechter. Leuk. Wat heeft... Tijd geleden. Ja, hè? Ja. Wat heeft hij jou bijgebracht? Wie gezegd, hij was altijd heel relaxed. Heel relaxed. We hebben met de pupillen en al hadden 2 wedstrijden gespeeld. Ook maar 1 wedstrijd van die 2 wedstrijden. Dan kregen we altijd een ijsje van me. Dus daar deden we het altijd voor. Dat was dat een raketje of een splitje kregen we dan van hem. En daar ging het bij ons om. En, ja, we hadden altijd, wie gezegd, een leuk team. En we hadden altijd veel plezier. En ik geloof dat het was bij hem ja, niet het winnen was ook altijd, maar bij hem was het nummer 1 altijd gewoon plezier in de sport hebben. En ja, dat hadden we ook. Hey. 90 graden, klok kijken en gooi! Jij gooit die ballen ongeveer met 150 km per uur, toch? Ja, zo 90 maal, 88, 90 mijlen. Op een goede dag. Als het warm is. Ik heb sneller gegooid, maar ja, het wordt ouder. Is dat niet heel belastend voor je schouders? Ja, heel belastend. Schouders, pitchers krijgen schouderproblemen na een tijd of elleboogproblemen. En dat is gewoon, dat kan je carrière of je honkballoopbaan eindigen. En, zie ik hier dat deze schouder iets lager zit dan die? Ja, dat hebben heel veel honkballen. Het is gewoon, ik weet ook niet wat het is, maar ja, misschien is hij moe, heeft er geen zin meer in. Maar ja, het hangt, bij veel jongens is het precies hetzelfde. Wat moet je kunnen om een goede pitcher te zijn?
Slagballen gooien en strikes gooien, dat is heel belangrijk. Dat je, want het is een schaakspel tussen jou, de pitcher en de slagman. Jij verzoekt zijn zwakke punten van de slagman te vinden en hij probeert jouw mistakes, jouw fouten te slaan. Als ik weet van oké, die jongen die mag die bal niet zo graag aan de buitenkant, dan probeer je natuurlijk die bal aan de buitenkant te gooien. Nou, en kom je dan een keer over de plaat en ja, het is een heel schaakspel eigenlijk. Ben je nou blij of heb je ook een beetje een dubbel gevoel omdat je vrij vroeg gewisseld werd? Dubbel gevoel. Natuurlijk wil je nou zo lang mogelijk pitchen als het gaat, want je bent te starten. Maar eigenlijk was het twee pitches die ik fout gegooid heb en dat was eigenlijk het probleem vandaag. En ik heb ook veel te veel pitches gebruikt. Normaal gooi je 100, 120 pitches in een wedstrijd. En nu gooi je er? 85 geloof ik of 82. Dus was je tevreden met de scheids? De scheids was een beetje... Eerlijk zeggen? Nee. Waarom niet? Heel rare slagzone had hij, want het was te laag. En dan, of die ballen die ik graag wou hebben als een strike, die gaf hij me niet. Maar de scheids dacht dus dat jij te laag was? Te laag was. En ik geloof dat hij die ballen helemaal niet gezien had. Maar er kan me niks aan veranderen en dan moet je op aanpassen en jouw eigen ding dan eigenlijk doortrekken. En wat meestal helpt is, wat ik vandaag niet kon, is gewoon de hele tijd die daar proberen te gooien tot hij hem eindelijk een keer geeft. En, maar dat ging vandaag niet, dus maar ja. All right, right now! Het volgende filmpje gaat over jouw debuut bij het Duitse honkbalteam. En je doet hier iets bijzonders. En ik wil aan jou vragen of jij commentaar wil leveren bij het filmpje, okay. Bij de beelden. Als slagman krijg je drie verzoeken om de bal te raken. Of noem maar een zone, een strikezone. Ja. Die gaat van de knie meestal tot aan je navel. En over die plaat moet de bal heen. En als je daar drie van hebt, of hij slaat mis, of je gooit hem over die zone, dan heeft hij een strike. En bij drie strijken is hij uit. Dit gebeurde hoe vaak in deze wedstrijd? Weet ik niet, 5 keer, 6 keer, ja. Oké, maar we nemen weer even dit moment. Je ziet deze beelden. Het is je debuut bij het Duitse team. Mm-hmm. En er gebeurt dit. Hoe voelde jij je op dat moment? Dat was gaaf. Ik bedoel, ik mocht voor Duitsland spelen in Regensburg. Er waren, ik geloof, 5.000, 6.000, 7.000 man. En het is niet mijn eigen land, maar het is toch voor een land, mijn tweede heimat, weet je. En dus we moesten die wedstrijd winnen om verder te komen, want we zaten in een hele zware pool met Engeland nog en Canada. En Canada is meestal een van de topteams in de wereld. En ja, we moesten gewoon die eerste wedstrijd winnen. En ja, dat de coach me daarvoor gevraagd had, als niet-Duitse voor Duitsland de eerste wedstrijd voor de World Baseball Classic te spelen, was een hele eer voor me. Deze kleine weggetjes, deze gangetjes, wat is dat ook een klein Italië genoemd. Dit is een van de weinige steden die nog intact is, hè, na de Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. Die Amerikanen hebben het of vergeten of wouden het niet. Ik geloof, er waren niet zoveel Duitsers in die tijd, maar ja, geluk. Geluk voor Regensburg, want het is een hele mooie stad nu wat overgebleven is.
in Regensburg terechtgekomen? Nadat ik klaar was met mijn professionele carrière, ben ik eigenlijk terug naar Nederland gekomen. En ik geloof twee dagen, heeft mijn vader gezegd, Martin Broenen, de coach van Regensburg, of pitching coach, assistant coach nu, had me gebeld en gevraagd of ik maar wil kijken of we spelen in Regensburg. Toen ben ik gaan kijken en nou, eigenlijk had het sinds de eerste dag me zeer zo bevallen dat ik eigenlijk ben blijven hangen hier. Hey, en wat doe je hier? Want je verdient niks, toch? Je bent niet meer een professional. Nee, ik ben gelijk begonnen met een leren, is een schrijner, is een meubelmaker hier in Duitsland. En mijn beroepsdiploma heb ik gehaald hier en nou ben ik dan klaar geworden deze voor 2 maanden en heb ik een diploma in Duitsland en nou kijken we wat we gaan doen. Zie jij hier ook echt je toekomst? Weet ik niet. Dan moet ik probeer natuurlijk altijd in Italië of misschien weer een jaartje terug naar Nederland. Ik zal altijd wel hier terugkomen. Mijn vriendin woont hier en is de familie hier. Dus, maar ik wil ook maar weer eens een beetje, niet hoger niveau, maar een beetje misschien Italië proberen in honkbal. En dan moet ik maar kijken hoe dat gaat. Maar eerst ben ik nog een jaartje hier en proberen maar weer kampioen te worden. En dan kunnen we altijd nog kijken volgende winter. 27 jaar is nog relatief jong in honkbal. En ik heb nog een paar jaartjes voor me. Dus. We houden je in de gaten. Oké. Hoe heten die dingen ook alweer? Die dindels voor de vrouwen en lederhozen voor de mannen. En, die worden ook gedragen normaal hier in de stad. Je ziet soms mensen lopen ermee, oudere heren of oudere vrouwen. En die worden soms ook gedragen naar de kerk. Ben je serieus? Ja. Maar meestal worden ze gedragen bij bierfesten. En Regensburg heeft twee bierfesten, 1 in mei en 1 in september. En dan maar heb jij ook lederhozen? Ja, ik heb ook een paar lederhozen. Ja. En af en toe dan trek je vriendin even zo'n ding aan. En dan vind jij dat er oprecht mooi uitziet. Precies. Ja, je klopt. Bent echt ingeburgerd. Yes, ja. Het laatste filmpje wat ik jou heel graag wil laten zien gaat over jouw oude teamgenootje Daniel. Oké. Met een Amerikaanse vader lijkt het voor de hand liggend dat je gaat honkballen. Minder logisch is het dat zo'n vader je er ook toe brengt te stoppen met die sport. Toch is dat precies wat er gebeurde met Daniel Hooper. Ja, hij was een beetje apart, zeg maar, om het netjes te verwoorden. Aparte man, een fanatieke supporter, liep altijd erg hard te schreeuwen langs de zijlijn bij wedstrijden en dergelijke. Toen ben ik ermee gestopt. Ik was altijd het zoontje van Paul, zoontje van Paul Hooper, zeg maar. En ja, dat wil je dan op een gegeven moment niet meer. Wel een stukje schaamte, ja. Ja. Maar hij kon er ook niet veel aan doen waarschijnlijk, hoe hij was. Maar nee, ik wilde daar gewoon weinig mee te maken. Ik heb niet veel later is het contact met hem ook verbroken. Nee, dat gaat niet meer goed komen. Nee, maar daar ben ik ook wel bewust mee bezig geweest. Een voorbeeld, ik ben bijvoorbeeld nog 1 keer naar zijn... heb ik nog 1 keer zijn verjaardag met hem gevierd. Ik heb hem nog eens wat oude foto's, ook van honkbal en van het honkbalteam laten zien. Wat honkbalkaartjes voor hem meegenomen. Nog een keer met hem geluncht. En dan zie je toch dat je daar niet veel mee kan, zeg maar. Dan laat je dat. Daniel woonde in Londen en Berlijn, maar zoekt zijn toekomst in Amsterdam. Op nog geen minuut lopen van de Dam heeft hij sinds kort een pand betrokken. Er zit een stukje geschiedenis achter. Het is vroeger gekraakt geweest. Kraken heeft het zelf gelegaliseerd, het pand. En hij heeft er wel redelijk, hoe zeg je dat? Hij gaat niet voor het geld per se. Dus het is prima betaalbaar voor ons, ja. En in dat pand moet het binnenkort gaan bruisen van de creativiteit. Er komt een designer, die doet ons artwork. En ook artwork voor allerlei andere partijen. Er komt een webdesigner, die websites gaat bouwen. Die krijgt hij een flexplek. 2 vriendinnen van me die met een eigen kledingmerk bezig gaan. Maar ook PR, marketing binnen de fashion en de events. En ik zelf. En nog een vriend van me die ook weer een website heeft, wat ook weer muziek gerelateerd is. Je ziet tegenwoordig steeds meer dat model, hè, 360 model, gewoon voor een bedrijf dat alle kanten van dienstverlening aanbiedt. Dus we kunnen niet alleen dadelijk een aftermovie voor een feestje maken, maar we kunnen ook de flyer aanbieden en de PR-campagne. Dus je kan gewoon een totaal product kun je gaan neerzetten. Het moet gewoon een plek zijn waar jonge ondernemers en start-ups elkaar vinden ook, zeg maar. Heel veel mensen doen maar wat er van ze verwacht wordt. Maar ik denk dat het veel leuker is als je gewoon doet wat goed voelt, zeg maar. Leuk.
Kan jij zijn vader nog herinneren? Zeker. Ja? Hey, en welke rol heeft jouw eigen vader in jouw honkbalcarrière? Mijn eigen vader? Ja. Elk weekend als het eerste thuis gespeeld heeft, was ik met mijn vader hier. En heb ik langs de zijlijn gegooid of was ik in de kooi en dan slaan. En, ja, mijn vader en ik hebben heel veel tijd in de auto verbracht naar Amsterdam om voor het Nederlands team of naar Bussum. Mijn vader heeft me overal heen gereden. Daarvoor heb ik ook gekozen om echt mijn geluk te proberen voor het professionele. En het liefste zal ik dan, wou ik geld verdienen en met honkballen, met je hobby. Maar ja, Je hebt het wel geprobeerd. Ik heb het wel geprobeerd, ja, maar toch komt de slag hard aan wanneer ze in het bureau halen en zeggen van oké, sorry, dit was je laatste dag. Je kunt je tas pakken en weer gaan. Maar zoals Daniel, die zegt net heel mooi, je moet niet doen wat er van je verwacht wordt, je moet doen wat je leuk vindt. Precies. En dat is wel wat je aan het doen bent. Precies, ja. Maar dat krijg geen brood op. Dat brengt mijn brood niet op een plank, weet je. En ik, dat is jammer. Maar ja, daar moet ik nu mee leven. En ik verzoek nu met die meubelmakerij of met de meubel een beetje wat is voor school, wat ik allemaal damals vroeger een beetje heb laten gaan en meer op honkbal gezet heb, probeer ik nu een beetje terug te halen. En kijken waar we nu terechtkomen. Het is weer een nieuw hoofdstuk in mijn boek. Iedereen zit te wachten. Oké. Ben je klaar voor de reunie? Ja hoor. Vind je het spannend? Zeker. Ja? Ja. Ben je normaal gesproken zenuwachtig voor een honkbalwedstrijd? Ja, altijd toch wel. Dus altijd die vlinders in je buik een beetje. Als je dat niet meer hebt, dan kan je geloof ik beter stoppen. Maar het is altijd toch wel. Je moet toch altijd een beetje wat hebben. En zitten die vlinders er nu al? Ja. Oké, kom. Okay. Gaan we. Clubgenootjes, daar is hij dan. Mike Bolsebroek. Oh, jongen. Dank je, man. Ja. Ja. Dave. Hoepen. Hoepen hebben we die pakken niet. Ja. Dat is leuk. Ik moest komen. Hi. Loki. Hi. Ciao. Hey. Pas. Alles goed? Ja, wat is daarmee gebeurd? Is het er nou in Amerika ook niet, Dave? Nee, ik heb het samen met hem gewerkt. Want dan... Beetje. Ja. Je kunt niet zoveel zeggen. Ja. Mooi, hè? Dat was een andere foto. Ja. Teddybeer. Ja. Ja. Guido. Ik wil jullie wel danken dat waar ik nu gekomen ben met mijn honkbal en daar hebben jullie ook wat aan bijgedragen. En ja, dank jullie. Proost! Cheers! Nou komen de tranen. Ontzettend leuk om iedereen weer te zien. En ja, ergens in mijn lichaam kriebelt het zeker om te honkballen. En te gooien en te slaan en te rennen. Ja, supermooi. Je beleeft het weer een beetje opnieuw. Eigenlijk zouden ze het vaker moeten doen. Dus als je nog meer van dit soort acties hebt, dan... Maar echt, leuk. Ik moet zeggen dat ik Mike ook al een tijd niet had gezien. Dus dat is ook alweer eventjes wennen. Wel echt grappig. Maar het is erg leuk om ze weer te zien. Hier komen is homecoming. En ik wist dat er bepaalde mensen wel zouden zijn, maar dat is zo leuk. Het is gewoon weer oude jongens krentenwoud, noemen ze dat. En ik vind het vreselijk leuk om Mike weer te zien. Ik denk als je nu weer, laat zeggen, nu weer even de gesprekken oppakt, dan heb je al wel snel weer gewoon lekker de gezelligheid en voel je toch wel weer op je gemak. Mis hier toch wel iemand op de foto? De beer. Juist! Daar hebben we aan gedacht, mensen! Juist! Jawel! Even kijken, wie had hem vast? Hier ergens, hè? Die beer die mag... Iets prominent. Ja, vroeger vond jij die beer heel lief. Ja. Yes, komt-ie. Dankjewel.
Tot zover Mike Bolsenbroek hier bij Robuur 58. Volgende week heb ik een meerkamper te gast. Zijn naam is Elcho Schutter. En hij begon zijn atletiekcarrière bij Kwik in Nijmegen. En hij werd talloze malen kampioen op de tienkamp. En hij heeft ook nog meegedaan aan de Olympische Spelen in Montreal. En aangezien hij erg goed was in polsstok hoogspringen, vrees ik het ergste. Tot volgende week. Of this ring a bell, Eugene.